Hey kijker van Paul Molen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe kookvideo. In deze kookvideo gaan we een eitje maken! Ja jongens, meisjes, dames en heren, we gaan vandaag een eitje bakken. Ik heb er super veel zin in en ik neem jullie vandaag lekker gezellig mee. Ja jongens, meisjes, dan zijn we hier bij het fornuis aangekomen. We staan hier met de koekenpan en we staan hier onder de afzuiging. We gaan de kookplaat aanzetten. Nee, niet op de hoogste standaard zijn. En dan doen we even gauw. Deze boter is niet open. Hier zit nog wel boter in. Dan doen we boter in de pan. Een beetje boter in de pan, zodat dat dan als het boter erin zit, zorg je dat de pan warm wordt en dan is het even wachten. In die tussentijd gaan we een boterham maken. Oké, de pan is aan het warm worden. We pakken een bord erbij, die leggen we hier weg. We pakken uit de broodzak, pakken we twee boterhammen. We pakken twee boterhammen, die leggen we op mijn bord, eentje hier en eentje daar. En de rest die bekijkt dus maar. De koekenpan is warm. We roeren de boter er doorheen. Zo, net een beetje jongleren, een beetje koken, een beetje cringe doen. Oh. Nou, in ieder geval, het boter is verdeeld over de pan. En dan komen we nu op het grote moment. Gaat Paul Molen de eitjes breken of gaat hij ze verneuken? Wat denken jullie? Oh nee, wacht! Wacht, ho, 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 stop. We gaan niet zomaar een ei maken, we gaan een eitje deluxe maken. We hebben hier ham, namelijk ham. En dat leggen we onder in de pan. We leggen een plakje in de pan. Zo, dat is één. Dan pakken we nog een plakje. Plakje twee. Zo. Dan liggen de plakjes in de pan, zoals jullie kunnen zien. En dan is het nu het moment. Kan Paul Molen nog eitjes bakken? We moeten een ei pakken. Hop, die tikken we op de bodem. En het ei is kapot. Het ei is mislukt. Nice. Zo. Oké, maar we gaan niet één ei eten, we eten twee eieren. Dus ik hoop dat het tweede ei er beter uitkomt. Oké, poging 2. Oké, iets minder hard getikt. En die is wel heel. Dus ja, het eitje is voor de helft gelukt, voor de andere helft mislukt. Maar dan hebben we dat er ook in zitten. En ondertussen is het eitje al lekker aan het bakken. Oh, dit ziet er lekker uit. Hè? Dit ziet er lekker uit. Een lekker eitje. Nou, dan pakken we de peper erbij. Zo. Dan verdelen we een beetje er overheen. Zoals je kan zien. En dan hebben we nog een zoutbusje. Een beetje zout erover. Hop, 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 hop. Zo. En dan is het wachten totdat het ei klaar is. Oké, jongens, meisjes, het ei is bijna klaar. Maar we gaan nog even het brood afmaken. Ik leg er een plakje kaas op. En ik leg er nog een plakje kaas op. Lekker. Maar we gaan het toch even iets harder zetten. Mijn geduld draait een beetje op. En dan kunnen we bijna gaan genieten van ons eitje. En ik heb er echt zin in, jongens en meisjes. Wil jullie nou meer van dit soort kookvideo's? Vergeet dan zeker niet mijn Discord server te joinen. En een toffe comment achter te laten. En wie weet maken we dan nog meer toffe kookfilmpjes voor jullie. Ja, dat is nou echt dik, hè. Koken met Martijn, breng het terug. Ik vind het leuk als we vandaag weer terug zijn. En het ei is aardig gaaf. Oké, jongens en meisjes, het ei zit vast. Dus we moeten het met de spatel een beetje los gaan schuren. We zetten hem erin. Zo, hop, 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 hop. Nee! Nee! Helemaal ei is naar de kloot. Oké, jongens, meisjes, het ei ligt op mijn brood. En we doen deze dubbel klappen. Zodat hij lekker is ingepakt. En dan ga ik lekker genieten van mijn eitje, van mijn broodje ei. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zeg tot de volgende kookvideo. En dan zeg ik zoals altijd, later.